betaald Paletprijs 2011. Een prijs voor amateurschilders. En dat is op zich al heel bijzonder. En deze tweede prijs is gewonnen door Gerda Meijer-Neven. Deze eerste prijs hangt naast het werk van Gerda Meijer-Neven. En dat is mevrouw Anne van Houts. Hartelijk welkom bij de officiële opening van Cultuurzomer Maastricht. 122 dagen kunst en cultuur met hoofdletters en kleine letters hier in deze fantastische stad. Geniet u van alles wat deze stad te bieden heeft op het gebied van kunst en cultuur. En beseft u dat uiteindelijk wij zelf degene zijn die kunst en cultuur aan deze stad kunnen toevoegen en dat we het zelf zullen moeten gaan doen. Ik wens u nog een hele prettige zomer. Veel plezier. Een Maastrichtenaar, en dat zal misschien één van u niet verbazen, is een geboren comediant. Verkleedpartijen die zitten hem in het bloed en grappen en rollen liggen voor het oprapen in de straat en de stegen van de oude stad aan de Maas. Het carnaval wordt er, evenals in vele plaatsen in Limburg en in het Rijnland, tot op de dag van vandaag intens en vooral uitbundig gecelebreerd met de ernst van de volbloedcomediant en de overtuiging van de geboren comedian. Maar het is die vitaliteit die mij toen de tijd en vandaag de dag nog altijd onwaarschijnlijk getroffen heeft. De bereidheid als spelend durven vlak buiten jezelf te gaan staan. En het is misschien wel die bereidheid, die moed, de moed om, laat ik maar heel klassiek praten, 's avonds in een repetitie, niet meer terug te vallen op dat wat we kennen, maar inderdaad durven een stap te zetten en andere onbekende paden te ontdekken. Weten jullie waarom verliefde mensen elkaar een zoen op de lippen geven? Ik wel. Ik weet precies waarom ze dat doen en waarom ze bijvoorbeeld niet met hun neus tegen elkaar wrijven. Want dat zou toch ook kunnen?
jij. Oei. Waar ik zin in heb. In een feestje! Dames en heren, geef nogmaals een applaus. 62 jaar kunst van 4, winnaar van